Hoi Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 2 november als ik het goed heb. En ik ga voor jullie lekker weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. Want nog steeds is 50% van mijn kijkers niet geabonneerd. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je even abonneert. En dan gaan we lekker beginnen met de weekvlog. Zoals ik net al zei, het is vandaag dus maandag. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn haar gewassen. Ik heb me omgekleed. Topje aan van Chiquelle en een broek van de Zara. En normaal heb ik op maandag en dinsdag stage. Maar ik ben dus vandaag vrij. Ik ga wel naar stage toe. Alleen nu nog niet. Het is namelijk nu... Ja, ik moet nu wel een beetje gaan opschieten. Ja. Ik ga namelijk nu even boeken halen op school. Daarna ga ik naar mijn stage toe. En dan moet ik daar een overzicht invullen voor rekenen. Want ik heb best wel veel dingen voor school deze week. Dus... dat moet ik wel even gaan regelen. Dus ja, ik ga dat nu eventjes doen. En dan naar stage ga ik dat invullen. En dat eigenlijk. Voor de rest heb ik niet heel veel plannen vandaag. Ik moet gewoon echt even aan school zitten. En ik moet mijn vlog nog editen voor morgen. Oké, volgens mij heb ik vandaag niet meer zoveel gefilmd. Maar ik had best wel een drukke dag uiteindelijk. Ik ging dus naar stage toe en ik moest daar iets invullen. Dat duurde veel langer dan verwacht. Ik heb wel mijn boeken kunnen halen voor mijn presentatie. Die zal ik even laten zien. Dus ik heb dus een presentatie van de boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. En die heb ik dus even... bijna allemaal gehaald, zodat het wat leuker erbij staat bij de presentatie. Ik ben nu net mijn vlog aan het editen. En ik ga zo meteen sporten. Dus ik ben helemaal trots op mezelf. Het is alleen een beetje rot dat ik vandaag mijn haar heb gewassen. Is deze opgeladen? Ja, die is opgeladen. Dus ik ga straks naar de sportschool toe. Ik ga me nu even omkleden. Want deze outfit zit wel lekker. Maar ik ga zo meteen lekker avondeten. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb zo meteen stage. Het is nog hartstikke vroeg. Het is 7:55. Ik moet over 5 minuten weg. Ik heb me omgekleed. Ik heb Spencer aan en gewoon een zwarte broek en een zwart shirt. Niet zo bijzonder. Ik ben echt heel erg moe. Ik heb gisteren echt nog heel lang aan school gewerkt. Ik moet echt allemaal dingen af hebben. Vanavond komen nieuwe maatregelen. Ik ben echt bang. En ik ga vanavond ook werken. En morgen heb ik een presentatie. Dus ik moet wel echt even vanavond aan de slag. In ieder geval, ik ga nu naar mijn stage toe. Ik ga me even schoenen aandoen. En dan ga ik richting stage. En ik heb nu al spierpijn van gisteren. Oké, het is inmiddels dinsdagavond. Ik ben kapot van stage. Ik had echt een lange dag, want ik moest allemaal dingen doen voor school. Morgen 2 presentaties. Dus ja, ik heb een rekenpresentatie, dus ik heb een filmpje gedaan. Dat heb ik vandaag opgenomen. Ik zit echt... mijn huid is slecht. Maar ik moet zo meteen werken. Ik moet over 5 minuten mijn kleding aan gaan doen. En ik heb morgen ook een boekenpresentatie van een boek van de afgelopen 3 jaar. En ik heb een nieuw iets van AliExpress. Oh ja, alleen... ja, dat is wel een beetje jammer. Oké, wacht, ik ga het even laten zien. Het is namelijk een nieuw hoesje van mijn Apple oortjes. En op de site was dit dezelfde kleur, maar het ene is echt een hele andere kleur. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt. Dit is meer roze paars en dit is meer blauw paars. Ik hoop dat ik het dan goed uitleg. Val, ik ga nu... oh, dat is ook niet handig. Het zit los van elkaar. Nou ja, ik ga eventjes kijken of ik dit eromheen ga doen. In ieder geval, ik ga nu mijn werkkleding aandoen. En dan weet ik niet of ik na werk nog ga filmen. Want ik moet nog best wel veel dingen doen voor school. Dat heb ik namelijk nu niet gedaan. Ik moet morgen wel pas heel laat beginnen. Goedemorgen, het is vandaag... is het woensdag? Ja, woensdag. En ik heb lekker mijn joggingpak aan. Ik ga me straks omkleden. Maar ik vind thuis gewoon dit Chiquelle pak echt heel lekker zitten. Die kwam in mijn vorige week vlog. Ik heb net mijn haar gefeund. En ik heb straks 2 toetsen op school. Dus daar was ik even mee bezig.
Ik voel me vandaag niet zo heel chill. Niet dat ik ziek ben, maar gewoon... Ik weet het niet. Ik zit even vandaag niet lekker in mijn vel, maar maakt niet uit. Gaat wel goed komen. Ik ben gewoon de laatste dagen best wel veel dingen aan het nadenken. En ja, ik weet niet. Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga me straks even omkleden. Het is al 11:45, zie ik nu. Dus ik ga ook eventjes iets eten maken. Nog even kijken wat. Even wat vlogjes kijken. En ik moet eigenlijk echt nog heel veel aan school doen. Want ik moet dit hele weekend werken. Dus dat is niet heel handig. Maar ja, het is even niet anders. Dus ja. Ik ga even kijken. En als het goed is, krijg ik vrijdag ook salaris. Ik heb ook weer op Shein besteld samen met Eve. Iets van €130. Maar ja, in ieder geval voor de rest heb ik niet veel andere dingen besteld. Dus daar ben ik blij mee. Want ik wil het echt een beetje gaan minderen. Ik heb het gewoon echt niet nodig. Oké, ik heb even... Nou, ik heb me nog niet omgekleed. Ik heb even deze ketting omgedaan. In ieder geval, ik ga nu nog heel even aan school zitten. En dan ga ik zo meteen naar school toe. Ik hoef er eigenlijk pas om 11:45 te zijn. Ik ga iets eerder, zodat ik met Vos nog heel even de presentatie kan doorspreken. En voor de rest eigenlijk niet heel veel plannen. Ik wil echt leuke dingen doen. Maar ik kan echt niet. Je kan nu nog maar met z'n tweeën over straat gaan lopen. Kennisbasis, taal, rekenen. Dus ik ga heel eventjes... aan school zitten. Ik ga nu naar school toe en dan heb ik dus die presentatie. Vos is er ook al. Wat ik aan heb is deze witte trui, deze broek en witte schoenen. Ik hoop dat hij een beetje scherp stelt. En ik moet dus deze tas meenemen. Het is echt heel zwaar, want er zitten mega veel boeken in. Maar ja, het is niet anders. Nee, even gewoon dat we bezig zijn, Vosje. Je mag mijn presentatie filmen. Ja. Oké, okay, nou, we hebben net onze leeslogboekpresentatie gehad. Ik heb een 9, Vos heeft ook een 9 of een 8. Heb jij een 9? Oh, ik had een 10. Ja, volgens mij had jij een 10 hoor. Wat een onzin, jullie hebben mij vol gegund. Oké, okay. En we hebben nu even pauze van een kwartier. Dus we zijn even bij de McDonald's. Dat is natuurlijk niet het allerbeste idee, want we gaan nu... Kan je me vasthouden? We gaan waarschijnlijk te laat komen. Wil je dit op de film? Nee. Hoi. Ja, binnen alstublieft. Ja, top, dankjewel. Fijne avond. Oké, dus we zijn nu nog even snel bij de Mac. Het kan echt niet. Het is namelijk 6:00. En we hebben zo meteen onze rekenpresentatie. Ja. Die hebben we allebei ook sowieso gaan halen. Dus dat maakt niet uit. En ik ben met Vos. Heb je jezelf al gefilmd? Ja. Nee, hè? Sowieso niet. Oké. Hoi. En we gaan het even in de auto opeten, denk ik. Want ik denk dat dat het beste is. Ja, sowieso. Maar het ligt eraan of jij ook tussendoor nog moet rijden. Of dat ook beter is. Want anders halen we het niet. Nee, maar ik rij al gewoon daar naartoe en dan eet ik een beetje ondertussen. Ja. Ja, precies. Oké, dus dan... hoe heet dat daarachter, die straat? Weet ik niet. Daar rij jij altijd heen. Okay. Goedemorgen, het is vandaag... Donderdag? Donderdag, ja. Gisteren had ik natuurlijk mijn toetsen die ik allebei heb gehaald. Toen was ik tussendoor nog even met Vos naar de Mac gegaan. Want wij zaten samen in hetzelfde groepje. Dus toen gingen we even wat eten halen, want je moet nu na spitstijd reizen. Dus we waren pas om 7:30 klaar of zo. En toen heb ik eigenlijk gisteren niet meer zo heel veel gedaan. En ik heb net al een meeting gehad, een meeting. Hoe noem je dat? Geen idee. Ik ben nu ondertussen mijn schoenen aan het aandoen. En ik heb me omgekleed en ik moet zo meteen voor school een video maken. En dat ga ik samen met Floor doen. En Vos komt ons even helpen, als het goed is. Als ik het goed begrepen heb. Dus ik dacht, ik doe maar een blazer aan. Want dan lijkt het van de bovenkant nog een beetje netjes. Alleen ik had eigenlijk mijn haar moeten wassen. Het kan net nog één dag. Als het goed is. Maar we hebben dus volgende week een project. Over licht en donker. Nou, lekker mijn voorhoofd. En wij moeten namelijk dat filmpje maken. Dus dat gaan we nu doen. En daarna weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Ik moet ook nog aan school zitten. Best wel veel. Oké, okay, ik heb een goed idee. Jullie gaan het maken en dan kijk ik en film ik. Ja, ik wil het maken. Sorry. Oké, okay, wat we gaan maken? Pancakes. Nee, maar ik ga zo... Ik ga sowieso helpen, maar bij mij wordt het nooit heel lekker.
Want ik... Oké. Nou, we gaan pancakes maken. Ik ben met Flora Vos. We hebben het filmpje gemaakt. Het is gelukt. Oké, we zijn nog de hele middag bezig geweest met het filmpje. En het duurde allemaal echt super, super lang. Het eindresultaat is wel heel erg leuk geworden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En dit is eigenlijk de eerste avond dat ik nu even niks hoef. Morgen ga ik wel leren voor maandag. En maandag heb ik een toets en ik moet dit weekend best wel veel werken. Alleen dat eigenlijk. Voor de rest, morgen krijg ik ook salaris. Dus ik denk dat ik morgen ook even online ga shoppen. En ik ga nu dus de hele avond Netflix of Videoland kijken. Ik moet liever mama nog afkijken. Want volgens mij gaan even en ik niet meer samen kijken. En op stage heb ik nu het thema wasmachine. Dus ik heb even zo'n fles. Maar ik vind het zo lekker ruiken. Deze is echt de lekkerste geur, vind ik. In ieder geval, ik ga mijn make-up eraf halen en dan ga ik lekker in bed chillen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vandaag nog helemaal niet gefilmd. Het is al 4 uur. En ik heb vandaag ook eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik ging samen met mijn vader even een rekentoets maken. Want ik heb dinsdag kennisbasis rekenen. Dus ik dacht, dan ga ik me daar alvast voor voorbereiden. Aangezien ik voor de rest niks heb te doen. Alleen vanavond wel. Dus ik heb me omgekleed. Ik heb een keer een witte kooltrui aan. Heb ik echt nooit. Ik had hem wel al aan voordat ik mijn make-up ging doen. Want anders ging het echt niet goed. Dus daar had ik over nagedacht. Voor de rest heb ik me best wel simpel aangekleed. En ik ga vanavond weer lekker naar Amsterdam. Want ik ga lekker naar IJf toe. En C is er ook. En dan gaan we lekker daar eten. En voor de mensen die het niet weten, IJfke woont daar dus nu. En de laatste tijd ben ik er dus nu wel al... Wanneer was het vorige keer? 2 weken geleden of zo? 3 weken geleden ben ik er ook geweest. Was ook heel gezellig. En nu gaat C dus ook mee. Dus dat is top. Dan hoef ik ook niet alleen te reizen. Want morgen moet ik namelijk weer werken. Waar ik echt geen zin in heb. Maar ja, het is niet anders. Voor de rest wil ik eigenlijk vandaag even naar de Action gaan. Heb ik niet gedaan. Ik wilde mijn kamer opruimen. Heb ik niet gedaan. Maar ja, in ieder geval. Ja, ik ga even mijn spullen inpakken. Want ik ga ook weer even naar mijn moeder toe. Oh. Dus dat ga ik nu doen. En dan heb ik om 6 uur afgesproken met zij om naar IJf toe te gaan. Want zij moet eerst werken. Wat ik ook nog even wilde zeggen over mijn wimpers. Ik hoop dat je het goed ziet. Maar ik heb dus nu de laatste 2 weken deze gebruikt van Maybelline. Wimperserum of Wimper Sensational Lash. Geen idee. Maar ik heb wel het gevoel dat het werkt. Dat mijn wimpers wel echt wat voller zijn. Niet echt per se langer, maar gewoon wat sterker en wat dikker ofzo. Ik weet niet of het kan, maar mijn mening. Ja, maar we moeten maar even kijken, want het heeft niet echt een zwaar. Welke datum willen we doen dan? Ja, eigenlijk liefst even iets, dat eigenlijk iets op mijn verjaardag zelf. 21? 19. Oh, ja, dan kan ik. Wel? Ja. Oh, dat zou echt heel chill zijn. En ik ben de volgende dag ook vrij. Dat zou echt heel chill zijn. Ja, dat is Oké, ik ben met C en we zijn nu onderweg naar IJf. Wat heb ik onder mijn oog? Highlighter. Ik bedoel die rode puist. Oh. Highlighter, ook heel lief antwoord geven. Highlighter? Ik zie niks, kijken. Oh, wat leuk. Jij ook? Nee, ik niet. Nee? Nee. Oh. We kunnen wel thema kerstdiner doen bij mij thuis. Ja, dat is leuk. Nou, dat is wel een beetje raar. Nee joh. Oké. Nou ja, dit vind ik heel overdreven. Ja. Oké, we zijn bij IJf thuis. Die muziek moet eigenlijk uit. Daarom kon ik ook niks in mijn vlog doen. Omdat de hele tijd die muziek op de achtergrond aanstond. Copyright. Ja, wat gaan we kijken? Vlog van Joan en Mert. Nee, alsjeblieft niet. Dat moest ik echt na 2 minuten afzetten. Vreselijk. Ook dat ze die gedachten had. En dat ze dat dan zo achter die vlog zetten. Wat dan? Nou, hij is een hele lieve ik jongen. Ik ging met Charlotte weer Rijn kijken. En ik ging Welke had je nog gekeken dan? Van Rijn. Jij kijkt ook naar Rijn. Ja, maar ik wil ook een beetje eronder. Nee. We hebben net Lotte gekeken. Ja, met, het is uit. Niet met Jarn, maar met die Rick. Ja. Ja, het is uit. Ja, nu is het uit. Ze voelt zich genaaid. Een beetje, ze praten wel. Ze moet niet weg uit het huis. Ja. Nee, weet je wat? Ja, want hij wil haar niet meer. Hij vindt haar niet meer leuk. En ja. Zij vond hem de ware. Ja. Nee, samen. Ze had het zelfs over kindjes, zei ze.
Oh, maar wat kun je, waar bent hij in dat huis? Ja, ze het is een blauw weg. Licht. Moet maar ze weg. Ging echt heel erg gedetailleerd jongens, vertellen. Ik moet morgen echt om 6 uur werken. Ja, we gaan niet te lang. We kijken. Oh, zo moet hij weg dan. Kom je lekker bij me kroelen? Nee, ze gaan morgen al met Otto kroelen. Oké, wij zijn nu aan het wachten. Want we gaan nu weer naar huis. Ik moet morgen heel veel werken. Laat ze het. 11:30. 11:30 al. Mm-hmm. Dus ja, het was echt heel gezellig. Lekker gegeten. En we hebben filmpjes gekeken. TikToks gemaakt. Awkward. Oh, ik heb echt heel veel buikpijn opeens. Misselijk van al die chocola. Nee, ik heb dus echt niet zoveel chocola op. Ja, ik wel. Het is vandaag zondag. Ik ga even erbij zitten. Het is vandaag zondag. En ik was vrijdagavond was ik naar Amsterdam samen met C. En toen gingen we dus naar IJf toe. En dat was heel gezellig. Toen hebben we gewoon lekker gegeten. IJf had gekookt. En volgens mij heb ik wel wat dingetjes gefilmd als het goed is. En we zijn gewoon weer met de trein teruggegaan. En ik moest dit weekend echt super veel werken. Dus ik had zaterdag moest ik in de ochtend. En ik was echt best wel laat thuis. Vanuit Amsterdam. Dus ik voelde me best wel een beetje slecht. Toen moest ik 8 uur werken. 8 uur lang bedoel ik. En toen heb ik na werk geslapen. In de avond heb ik avond gegeten. Heb ik in bed serie gekeken. Voor de rest helemaal niks gedaan. Dus dat was een beetje een saaie zaterdag. Vandaag is het alweer zondag. Ik moest vanochtend weer werken. Ik heb weer 8 uur gewerkt. Dus ik ben echt best wel moe. Ja, dus ik heb me nu klaargemaakt en ik ga zo een drankje doen. En voor de rest, ik denk dat dit echt een hele korte vlog is. Ik heb hem nog niet geëdit, maar daar moet ik nog naar kijken. Maar ik ben een beetje bang dat hij te kort is om online te zetten. Soms zeg ik alle vlogs echt kort en dan valt het echt heel erg mee. Maar ik heb het idee dat het nu een soort van te kort is. Dus ik moet nog heel eventjes kijken wat ik daarmee ga doen. Want ik wilde eigenlijk nu de vlog afsluiten. Dus op die manier. Maar ik had deze week gewoon even geen vlogweek. Ik heb dat soms. Dan heb ik de ene week heb ik echt meer. Bijvoorbeeld deze week ga ik echt wel wat leuke dingen doen. En denk ik, oh ja, nu ga ik echt wel meer te vloggen. Maar ik had het gevoel dat deze week minder was. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik dit nu alleen denk. Want als ik er nu over nadenk. Ik was natuurlijk ook nog met Flor en Vos. Ik ben natuurlijk naar Amsterdam geweest. Dus misschien valt het wel mee. Ik weet het niet. In ieder geval krijg ik deze week ook een paar leuke pakketjes. Binnenkort komt Black Friday eraan. Dus ik heb daar ook wat leuke samenwerkingen mee. Maar ik heb het ook al wat drukker gehad met school deze week. Dus daarom. Ik heb in ieder geval morgen geen stage. Dus dat scheelt ook voor de vlog. Morgen en overmorgen geen stage. Dus dat eigenlijk. Ik zie dat ik alweer 2 minuten aan het praten ben. Ik dacht, ik kan wel wat vragen gaan beantwoorden. Maar misschien kan ik beter gewoon binnenkort even een nieuwe Q&A opnemen. Omdat er ook wel wat vragen weer waren. Dus ik weet niet hoe deze vlog eruit gaat zien. Misschien valt het best wel mee. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe weekvlog of een andere video. Doei doei!